gaan even gezellig eten met de mamsies. En ze zijn allebei te vroeg. Daar is ze! Ibiza girl! Chico en ik gaan vandaag even wat eten met onze moeders. Ik heb Chico's moeder al een aantal keer ontmoet. Pilar. En ik vind haar heel erg leuk en gezellig. Oh, kijk, daar is die van mij. Hallo, mama! We kennen elkaar natuurlijk nog maar net allemaal. Maar ja, ik ben er natuurlijk niet zo heel vaak. Dus we dachten, ja, het is misschien wel leuk om allebei onze moeders mee te nemen. En gewoon ja, lekker even bij te kletsen met z'n allen. Hi! Dit is echt ons favoriete tentje. En eigenlijk zijn ze dicht. Edo? Ja? Hoe laat sluiten jullie normaal gesproken? 6 uur. 6 uur. Hoe lief. Ze zijn speciaal voor ons opengebleven. En kijk eens even, wat een creatie. Eigenlijk is ze opengebleven om ook met jullie samen mee te eten. Ik heb gewoon honger. Oeh, gezellig. Familie is wel echt belangrijk voor me. Ik moet zeggen dat ik niet in die zin een familiemens ben. Ik ben niet echt in een heel hecht gezin opgegroeid. Voor wie waren de burgers? Mijn handen trillen gewoon. Ja, zet maar gewoon neer hoor. Met foto nemen, dat is dan filmen, want heeft echt geen plek om het glas op zijn. Ja, hoe ouder ik word, hoe meer ik me ook besef hoe belangrijk familie is. En ik ben heel erg close met mijn moeder. Ik ben heel goed met mijn vader en mijn broertje. Het ziet er zo lekker uit. Ik wil gewoon alles hebben. En ook al zie ik ze niet zo vaak, weet ik gewoon dat het altijd goed zit. Bedankt hè! Doei doei! Het is tijd voor een workout. Ik heb niet zo heel veel motivatie vandaag. Dus ik ga gewoon een circuitje neerzetten en dan ga ik gewoon even een circuitje uitvoeren. Maar het gebeurt gewoon wel eens dat ik er niet zo heel veel zin in heb. En ja, dat is menselijk denk ik. Maar meestal voel ik me ook alweer beter als ik het wel heb gedaan. Dus laten we het maar gewoon doen. Nou, nu ik eenmaal bezig ben, gaat het ook weer goed. Dan vind ik het ook alweer lekker. Maar het is meestal gewoon die stap die je dan moet zetten. En dat je echt geen zin hebt. Dat je denkt, ik heb zo geen zin. Ik heb er gewoon echt geen zin in. Maar vaak als je eenmaal bezig bent, dan is het ook alweer lekker. Ik ben klaar met mijn workout. Het was lekker. Ik ga nog even op de cross trainer. Gewoon eventjes 10 minuten, een kwartiertje. Misschien gaat het wel lekker, doe ik het ietsje langer. En dan ben ik weer klaar voor vandaag. Oh, ik zweet echt heel erg. Lekker, lekker. Nou, we hebben net gesport. Het was een beetje vlug. Omdat we best again weer haast hadden. En nu nog even snel wat eten. Het is natuurlijk wel gezond. Ik ben weer bezig met mijn dieet voor mijn wedstrijd. Dus dan word ik niet cheaten meer en dat wordt gewoon gezond bakjes in de auto. Ja, zo is het leven van een bodybuildster. We zijn nu onderweg, maar we gaan eindelijk onze pup ophalen. We gaan eerst Anne-Sophie ophalen, mijn dochtertje, want die wil natuurlijk heel graag mee. En die slaapt het hele weekend in bij ons. Hoi! Dit is Anne-Sophie en Anne-Sophie is mijn dochter van 9. En ze gaat nu haar kleine broertje ophalen, hè? Ja. Hij is Pinky, dat is een Pomeriaan. En hoe ik op de foto's heb gezien, is hij best wel een beetje een grote Pomeriaan, hoor. Ja, dus we gaan gewoon kijken. Dus... Kijk, hier is ook de tas voor Pinky. Laat maar even zien, inderdaad. We hebben een hele mooie tas gekocht met speeltjes. Ja, deze konijntje komt op mijn kamer. En de grote poepjes. En er zit nog een soort dingetje in. Ja, nou... Ben je een beetje zenuwachtig, Anne-Sophie? Ja. Ja, ik ook. En Frank? Zenuwachtig? Wat is dat? Maar wel nieuwsgierig. Nou, we gaan nu naar Winkie toe rijden. En ik hoop ook dat ik die kleintjes mag aaien. In je andere puppies? Ja. Die hele kleintjes. Zal vast wel mogen.
Nou, helemaal leuk. Mijn zoon die wil geld verdienen, dus ik heb hem allemaal kleren gegeven. En is hij op marktplaats aan het zetten, moet hij van mijzelf doen. Dus ik heb allemaal kleren uit mijn kast gehaald wat ik niet meer wil. En ook zijn kleren, zijn schoenen die te klein zijn, groeit als kool, zitten allemaal maar op marktplaats. Dus nu vroeg ik heel veel die voor iets kon vragen. Nou, ik sta in de keuken, lekker maaltijdje te koken. En ondertussen is er een discussie gaande omdat Shai de pakken kwijt is die hij moet opsturen en al heeft verkocht via mijn marktplaats. Ik moet hem ook nog gaan opsturen morgen, want ja, hij heeft school morgenochtend, dus hij kan natuurlijk niet opsturen. Hij heeft tegen de mensen eenmaal gezegd dat hij morgen gaat opsturen, maar ja, mam, kan jij het even doen? Hè, Shai? Terwijl hij vandaag buiten is en het al die tijd kan doen. En dan wil ik ook nog even benoemen dat het mijn pakken zijn die ik dus aan hem weggeef. Hij moet mij €2 per product betalen. Dus €2 voor het shirtje en €2 voor de broek. Hij heeft het voor hoeveel geld verkocht, Shai, dit pak? Volgens mij €65 of zo. Ja. €65. En nu is het pak kwijt. En dat is natuurlijk ook mijn schuld. En nu moet ik het gaan zoeken boven. Want het lag daar in de vensterbank. En nu is het er niet meer. En hij is zeg maar zo gemakkelijk dat hij dan liever zegt... Stuur het toe, dat geld maar terug, man. Want het is verdwenen. Kijk, mijn schoonmaakster heeft een ongeluk gehad. Dus die zal 3 weken niet geven. Want anders had die nu de schuld gekregen. Maar ja, nu ben ik het. Alleen, ik maak alleen maar... Ik doe alleen maar spullen van de grond opruimen. En de wasmand. Maar we gaan even kijken. Want hij heeft nu namelijk tegen mij gezegd... Nou, wat zei je? Als ik het vind, wat krijg ik dan? De helft van het geld. Van de winst. Nou, we gaan eens even kijken hoe snel ik dat pak vind. In die troepkamer van Shai. Het wordt tijd dat je dit nu gaat opruimen ook, Shai. En ook even je glas gaat schoonmaken. Ja, waarom ga je daar zitten? We gingen toch het pak zoeken? Nou, we kunnen het dus niet vinden. Het is weggelopen. Want alles kan, toch mama? Ja. Toch? Hallo schatje! Tante Velk is hier! Ik was dus een middagje aan het oppassen op de baby'tjes van mijn manager. Ik had hem dus meegenomen naar de studio. Ik ging eventjes iemand anders verlossen, want die had nog een andere baby. Kijk eens naar de camera. Ik vind kinderen echt fantastisch. Ik weet niet of het me echt rust geeft in mijn hoofd op het moment dat ik met een kind ben. Ik denk dat ik me eerder op bepaalde vlakken gestrest voel. Maar ja, weet je, we waren daar in de studio. Mijn vriend was daar. Hij was daar muziek aan het maken. En ik dacht, weet je, ga gewoon even langs. Ja, ik vind het altijd wel gezellig. Mijn vriend die woont dus samen met Kendall. Dat is een producer van hem. Nou, hij is wel heel gezellig en we kunnen gezellig met elkaar babbelen en zo. Ik heb 3 dagen niet gedoucht. Ik heb hier dagen niet gedoucht. Hij maakt wel rommel. Dus, en wie mag dat opruimen? Ik. Sleep well. You too, doei doei. Yes. Lief, hè? Hij vindt jou wel lief, hoor, Binky. Kijk nou, hoe zit hij met te likken. Ook heel lief en lekker. Kijk nou hoe schattig. In de tas. Kijk eens, Binky. Gaat iemand als mij? Onze baby. Kijk eens. Hij vindt Anne-Sophie heel interessant. Dus even wat kijken. Ga je mee, hè? Nou, we zijn thuis aangekomen. En hij is dus nu lekker aan het eten. Super schattig.